Welkom bij deel 2 van het tweede deel van de video Schrijf je masterscriptie in de afstudeerrichting Internet, IE en ICT. Mijn naam en e-mailadres vind je hier, maar dat is allemaal hetzelfde als in het eerste videootje. In de eerste video heb ik het gehad over de procedure, de stappen die je moet nemen om een scriptie te schrijven en daarmee je studie succesvol af te ronden. Ik heb toen gemakshalve stap 5, het schrijven van je scriptie, overgeslagen. Maar daar ga ik het nu over hebben. Dat had ik beloofd. Nou, als je in stap 5 aankomt, dan heb je, als het goed is, een goede onderzoeksopzet. Dat wil zeggen, een onderzoeksvraag en deelvragen. Normaal gesproken ligt het voor de hand om een hoofdstuk van je scriptie te wijden aan iedere deelvraag. Je inhoudsopgave komt er dan ongeveer zo uit te zien. Dit is een hele standaard inhoudsopgave. Je begint altijd met een hoofdstuk 1 en dat heet altijd heel saai inleiding. Daarin heb je een aanleiding, hè, dus een aanloopje. Dan je onderzoeksvraag gevolgd door je deelvragen. Dat is het hart van je eerste hoofdstuk. Eventueel kun je bepaalde dingen bij wijze van afbakening eruit gooien, die eigenlijk wel onder je onderzoeksvraag zouden vallen, maar waar je het niet over wilt hebben. De methodologische verantwoording hoort ook in de inleiding. Wat voor soort onderzoek ga je doen om je onderzoeksvraag te beantwoorden? En eventueel kun je nog iets van een leesinstructie toevoegen, waarbij je zegt van nou, in hoofdstuk 2 komt deelvraag 1 aan bod, nou ja, et cetera, et cetera. Hoeft niet, mag wel. Hoofdstuk 2 is dan dus de beantwoording van deelvraag 1, hoofdstuk 3 de beantwoording van deelvraag 2, enzovoort. Maak niet te veel deelvragen. En dan je laatste hoofdstuk is eigenlijk altijd je conclusie. In die conclusie kun je eventueel je onderzoeksvraag even terugpakken, herhalen. Dan resumeer je je deelconclusies en als het goed is rolt daar dan automatisch het antwoord op je onderzoeksvraag uit. En dan kun je dat nog laten volgen door wat je noemt discussie of je eigen mening of aanbevelingen, een beetje afhankelijk van je onderwerp. Dus de structuur van je scriptie, de rode draad, je argumentatielijn, die blijkt al uit de inhoudsopgave. Let daar goed op. Nummer je hoofdstukken en je paragrafen, maar ga niet al te diep. Hè, niet meer dan 3 of hooguit 4 niveaus diep. Nummer je pagina's. En genereer je inhoudsopgave automatisch. Dan klopt het altijd. En dan kun je ook zien of je inhoudsopgave evenwichtig is. Hè? Of je niet één hoofdstuk van 20 pagina's hebt en daarna een hoofdstuk van 2 pagina's. Dat is een beetje scheef, een beetje onevenwichtig. En verder, gebruik korte titels. Niet je complete onderzoeksvraag als titel van je scriptie. En niet je deelvragen als titels van je hoofdstukken, maar steekwoorden, hè? Korte titels. Nou, en dan ga je onderzoek doen en schrijven. En let erop, hè? Dit is een belangrijk verschil. Onderzoek doen is niet hetzelfde als schrijven. Onderzoek doen is ontdekken, uitvinden wat het antwoord is op je onderzoeksvraag of een deelvraag. En schrijven is eigenlijk het verslag doen van je onderzoek. Nou is bij ons juristen het lastige dat bij ons het onderzoek doen en het schrijven vaak samenvalt. In die zin dat je er al schrijvend soms pas achter komt wat je eigenlijk wil zeggen en wat je eigenlijk vindt. En wat eigenlijk je analyse van het onderwerp is. Ik noem dat met een beetje een onaardige term, een brain dump. En het beeld is dan als volgt. Je laat je gedachtenstroom vanuit je hersens op het papier, of op het beeldscherm,
laat je leeg lopen. Dus je schrijft als een manier om erachter te komen wat je eigenlijk vindt, wat je eigenlijk wil zeggen. Dus het schrijven van een braindump is soms het doen van onderzoek. En dat is prima. Maar die braindump is dan niet automatisch ook de meest elegante of de meest gestructureerde manier om verslag te doen van dat onderzoek. Want het is eigenlijk een weergave van je eigen denkproces, van je eigen gedachtenstroom. Er zijn natuurlijk ook andere juridische onderzoeksmethoden dan het schrijven van een braindump. Je kunt ook literatuuronderzoek doen en braaf aantekeningen maken. En denk ook eens aan het toevoegen van een empirische component. Het is heel interessant en het maakt je onderzoek heel levendig als je eens iemand interviewt of als je eens 10 verschillende sets algemene voorwaarden van een bepaald soort dienstverlener op het internet gaat bekijken. Of als je eens een korte survey houdt in je eigen peer group, hoe mensen ergens over denken. Is vaak heel leuk. Hou dat even in je achterhoofd. Nou, de echte onderzoeksmethoden, de officiële onderzoeksmethoden, die zijn natuurlijk behandeld in het methodevak. Dus dat ga ik hier niet verder herhalen. Maar hoe schrijf je dan wel als het schrijven niet is, wat ik net zei, gewoon met een leeg vel beginnen en hup, je gedachtenstroom leeg laten lopen. Nou, het uitgangspunt van je schrijfproces is de deelvraag waar je in dat hoofdstuk een antwoord op gaat geven. Daar begin je mee. Die deelvraag, die breek je ook weer op in stukjes. En dat worden je paragrafen en eventueel zelfs subparagrafen. Nou, en dan per het kleinste onderdeel wat je hebt, dus per paragraaf of per subparagraaf, ga je eerst eens heel goed nadenken over wat je in die paragraaf allemaal moet behandelen, wat je wil zeggen. Je maakt een lijstje van alle dingen, alle onderwerpen waar je het over moet hebben, alles wat je moet zeggen. Dit en dat, oh ja, en dat. Nou, zo krijg je een lijstje met bullet points. De volgende stap is dat je die bullet points gaat sorteren in een logische volgorde. Het een komt voor het ander. Nou, oké. Dan pas ga je schrijven. En dan schrijf je 1 alinea per bullet point. En dan krijg je een mooie, logisch opgebouwde tekst. Met 1 hoofdgedachte per alinea, zoals het hoort. Want dat is namelijk je bullet point. Logische verbanden tussen je alinea's, want je had ze gesorteerd. En je kunt verbindingswoorden gebruiken om die logische verbanden aan te geven. Nou, dan heb je een prachtige tekst. Als basis voor die tekst kun je natuurlijk je bronnen gebruiken. Je literatuur, je aantekeningen, je braindump. Maar, hoe groot de verleiding ook is, geen knip- en plakwerk. Alles even netjes opnieuw formuleren. Realiseer je ook dat werkelijk niemand in 1 keer een tekst goed kan schrijven. Je schrijft eerst een eerste versie, dan ga je editen, dan ga je weer editen, dan krijg je feedback van iemand, dat ga je verwerken, dan laat je het dus een paar dagen liggen, dan kijk je er nog eens naar, dan verandert het weer. Schrijven is niet voor niks een proces. Dat heeft tijd nodig, dus dan moet je ook zorgen dat je daar tijd voor hebt. En verder is het belangrijk om in de gaten te houden dat er niks mis is met voortschrijdend inzicht. Als je in de loop van je onderzoek tot de conclusie komt dat je onderzoeksvraag te breed is, of dat het anders moet, nou, dan doe je het anders. Dat is prima. Als dat dan maar een bewuste keuze is en als het maar niet is iets wat je overkomt. Hè? Wat gebeurt als een trein die
uit de rails loopt. Nou, dan heb ik nog een aantal tips over het schrijven zelf. Heel belangrijk, zuinig met woorden. Alleen dat wat relevant is voor de beantwoording van je onderzoeksvraag mag in je scriptie. Andere dingen die ermee te maken hebben, die interessant zijn, wetenswaardigheden. Als het niet relevant is, mag het er niet in. Natuurlijk kan een nadere uitleg of een anekdote kan wel wat toevoegen, hè, aan het begrip van het onderwerp. Of aan het begrip van hoe het tot stand gekomen is, bla bla bla. Weet je, het is niet zo dat niks leuks erin mag, maar alles moet relevant zijn. En soms is het nuttig om ook even te expliciteren waarom iets relevant is. Iedere zin moet een functie hebben. Als een zin er net zo goed uit kan, dan moet die eruit. Realiseer je dat titels en tussenkopjes geen onderdeel uitmaken van de tekst. Dus de tekst moet te begrijpen zijn zonder de titels en de tussenkopjes. Maar die titels en die tussenkopjes geven wel de structuur aan van je hele scriptie. Schrijf zorgvuldig correct Nederlands en correcte vormgeving. En over allebei ga ik nog wat zeggen. Correct Nederlands, want je wilt serieus genomen worden. En als je tekst vol met fouten staat, word je niet serieus genomen. Zo simpel is het. Dus, let op. D's en T's. Tangconstructies en omslachtige formuleringen. Wij juristen kunnen er wat van. Je mag best formeel en zakelijk formuleren, maar niet omslachtig, onnodig, ingewikkeld. Vermijd te lange zinnen. Sommigen van ons hebben de neiging om enorme zinnen aan elkaar te breien. En het is ook goed om zinslengte af te wisselen. Dus af en toe een hele korte zin te gebruiken. Begin een zin bij voorkeur niet met echter. Het kan wel, maar heel veel studenten gaan de fout in bij zinnen die beginnen met echter. Omdat je bij een begin van de zin met echter de woordvolgorde om moet draaien. En dat wordt heel ingewikkeld, dus vermijd dat gewoon. Je mag alleen citeren als de exacte woorden van belang zijn. Zoals wanneer je de Hoge Raad citeert, hè, of de rechtbank. En anders moet je parafraseren. Dat wil zeggen, hetzelfde idee in je eigen woorden weergeven en alsnog natuurlijk met een voetnoot verwijzen naar de bron. Verwijswoorden. Deze, die, dat moeten duidelijk ergens naar verwijzen en dat moet voor de lezer volstrekt duidelijk zijn. Als de lezer moeite moet doen om te begrijpen waar dat woord naar verwijst, dan heb jij het fout gedaan. Als regel spreekt de lezer niet rechtstreeks aan. Zeg niet van: als u hier meer over wilt weten, dan, hè, gewoon hou het vlak en zakelijk. Let op gebruik van tijd. Hè, als je het over het verleden hebt, mag je natuurlijk de verleden tijd gebruiken, maar pas op dat je niet verschillende tijden in één zin door elkaar gebruikt. Dat komt vrij vaak voor en dat is fout. Sinds kort heeft de VU een licentie voor schrijfhulp van de Universiteit Leuven. De link vind je hier en ook de logingegevens. Ik zal een korte handleiding van die schrijfhulp op Canvas zetten. Dat is heel nuttig om je tekst te laten checken op correct Nederlands. Doe dat alsjeblieft vooral. En we zouden zelf zover kunnen gaan dat als jij op een gegeven moment een definitieve versie van je scriptie inlevert en daar staan taalfouten in die je met behulp van die schrijfhulp had kunnen ontdekken, nou, dat we je daarop afrekenen. Dus doe je best om zo correct mogelijk, om gewoon correct Nederlands te schrijven. Dan is ook een correcte vormgeving natuurlijk belangrijk.
Een scriptie heeft een voorblad. En daar moeten een aantal gegevens op staan. En je gelooft het niet, maar sommige mensen leveren een scriptie in zonder hun naam erop. Naam, studentnummer, sowieso. En ik heb al eerder gezegd, de titel van je scriptie is niet hetzelfde als je onderzoeksvraag. Een korte, pakkende titel. Je mag wel een ondertitel gebruiken als je dat graag wil. Tegenwoordig is het heel erg in om een abstract toe te voegen. Dat is een beetje overgewaaid uit Amerika. Je mag dat ook een management samenvatting noemen. Het mag, het hoeft niet, wat je wil. Voorwoord mag, hoeft niet, wat je wil. Nou, dan hebben we de inhoudsopgave met paginanummers. En kijk of je inderdaad de lijn van je verhaal kunt zien uit de inhoudsopgave. Nou, en dan een paar stokpaarden en peanuts van mij. Het voetnootnummer. Je verwijst naar je bronnen in voetnoten. Dat komt altijd meteen na het leesteken. Dus je krijgt punt voetnootnummer zonder spatie ertussen. Dat is onlogisch, maar ja, zo is het. Korte cijfers, zoals 2 of 11, dingen van één lettergreep, die schrijf je in letters, behalve als het gaat om een artikelnummer of een rechtsoverweging of zoiets. Langere cijfers, 23 of 418, die schrijf je in cijfers. Nog zo'n dingetje, er bestaat maar één soort alinea. Wat ik vaak zie in teksten, is dat je op een nieuwe regel begint bij een nieuwe alinea, dus door één keer op enter te duwen. En dat er dan nog een ander soort alinea geïntroduceerd wordt met een blanco regel ertussen. Dat is leuk, maar dat hebben wij niet. We hebben maar één soort alinea. Dus gebruik maar één soort. En als je een nieuwe paragraaf wil beginnen, dan moet je een nieuw kopje gebruiken. Als je een auteur noemt, Lodder zegt dit, Van der Linden zegt dat, geen titels, voorletters of functies. Dat is een journalistieke manier van schrijven. Professor Dr. A.R. Lodder, hoogleraar internetrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Doen we allemaal niet, gewoon Lodder zegt dit. Dat is natuurlijk anders als de functie van iemand uitzonderlijk is en cruciaal om te begrijpen wat je daarmee wil zeggen. Maar dat is echt uitzonderlijk. Verwijzingen doen wij natuurlijk volgens de Leidraad voor Juridische Auteurs. Je mag normaal verwijzen of verkort verwijzen, maakt niet uit, als je het maar consequent doet. En je hebt natuurlijk achterin je scriptie een lijst van geraadpleegde literatuur. En die geef je wederom vorm volgens de Leidraad voor Juridische Auteurs. Wat ik altijd doe, ik kijk de samenvatting van de Leidraad. De Leidraad kun je heel makkelijk online vinden. Hij staat geloof ik ook op Canvas. Achterin staat de samenvatting. Daar staan een aantal voorbeelden. Nou, als je nou je bronnen zo vormgeeft als in die voorbeelden is gedaan, dan is het wat mij betreft. Goed. Overige tips. Vermijd plagiaat. Plagiaat pleeg je heel makkelijk. Gebruik altijd je eigen woorden, ook al is het niet zo mooi geformuleerd als je bron het formuleert. En als je zegt van ja, maar dat probeer ik, maar ik kom toch op dezelfde woorden uit, dan heb ik een trucje. Dan ga je even iets anders doen. Je gaat afwassen of even pauzeren of even naar buiten, kan me niet schelen, maar je gaat even iets anders doen. Je zorgt dat je je bronnen niet bij hebt op het moment dat je weer terug bent en dan schrijf je uit je hoofd op wat het volgens jou was. En dan heb je je eigen woorden. Verwijs alsnog natuurlijk naar de bron van je inzichten. Je mag niet een idee van iemand anders gebruiken zonder te verwijzen. Zorg ervoor dat je voldoende academische bronnen hebt.
Zeker in ons vak zijn het heel vaak internetbronnen. Dat kunnen academische bronnen zijn, maar dat zijn ook vaak ja, blogberichten, forumbijdragen, weet je, van die flutbronnen, non-academische bronnen. Je moet ook altijd een aantal academische bronnen hebben, wat je onderwerp ook is. En als je zoekt op scholar.google.com, dan wat je daarmee vindt, zijn altijd academische bronnen. Google Scholar is ook handig voor je verwijzingen. Als je iets gevonden hebt, dan kun je op de quotejes onder je zoekresultaat klikken. En dan kun je de verwijzing downloaden in verschillende formaten. En zoek dan de goede die het dichtste komt bij de leidraad voor de juridische auteurs. Want natuurlijk heeft Google Scholar geen leidraad voor juridische auteurs als standaard formaat, helaas. Soms is het handig om een fictieve casus te gebruiken om je verhaal aan op te hangen. En het voordeel van een casus is dat je hem zelf kan bedenken. Dus je kan precies die elementen terug laten komen waar jij het over wil hebben. En elementen die je niet zo interessant vindt of waar je niet zoveel van af weet, nou, die spelen in jouw casus gewoon geen rol. Je verzint je casus zodanig dat het precies mooi uitkomt. Dat kan handig zijn om je scriptie aan op te hangen. Sowieso, dit heb ik alles een keer gezegd, laat wat je geschreven hebt een paar dagen liggen en kijk er dan nog een keer kritisch naar. Laat het ook aan iemand anders lezen. Dat is vaak heel nuttig. Ja, dit lijkt te kinderachtig voor woorden, maar het gebeurt altijd wel eens. Ik heb een keer iemand gehad die had een kaars naast haar laptop gezet en toen was de laptop in de fik gevlogen en toen was ze alles kwijt. Weet je, shit happens, alles gebeurt een keer. En natuurlijk op de laatste versie en als het spannend is, dan gaat het mis. Zorg altijd voor een backup op een ander medium dan waar je op werkt. Dus schaf een USB-stick aan, sla het op in de cloud, mail het naar jezelf, whatever, maar zorg dat je een backup hebt. Een ander dingetje is versiebeheer. Versiebeheer is, nou ja, je moet zorgen dat je dat goed hebt. Dat je niet in een oude versie verder gaat werken en dat je dan twee inconsistente versies hebt. Verzin daar iets slims op. In je scriptie geef vooral ook je eigen beargumenteerde, onderbouwde mening, maar formuleer het wel bescheiden en voorzien van argumenten. Nou, misschien is dit wel de belangrijkste tip, blijf niet vastzitten. Als je op een gegeven moment niet meer weet hoe je verder moet, of je ziet het niet meer zitten, of nou, je zit vast, vraag om hulp. Je moet zelf maar kijken aan wie je hulp wil vragen, maar er is altijd iemand aan wie je hulp kan vragen. En anders kom je bij mij, dat is ook altijd goed. Ik hoor wel eens van studenten die dan zeggen van nou, ik sluit mij op in de bibliotheek. Om 8 uur zit ik er en ik mag pas om 6 uur 's avonds weer weg. En de hele dag zit ik aan mijn scriptie te werken. En dan denk ik, ja, weet je, dat is leuk. Maar volgens mij werkt het zo niet. Dat is in ieder geval mijn eigen ervaring en dat zie ik ook in de studenten die ik begeleid. Als het je lukt om per dag 2 blokken van 2 of 3 uur echt geconcentreerd te werken, dat je het idee hebt dat je wat gedaan hebt, hè, dat je vooruitgang boekt, dan ben je daarna moe en dan moet je pauze hebben. En als je dat, hè, als je 2 van dat soort blokken op een dag gedaan hebt, dan is dat prima. En weet je, jezelf 10 uur opsluiten, dat heeft helemaal geen zin, denk ik. Een scriptie is 12 studiepunten, dus 2 vakken. Dus het is substantieel. Je moet er wel wat voor doen. Hè? Het is een hoop werk. Maar het is niet je levenswerk. Het is geen proefschrift. En je hoeft de problemen van de wereld niet op te lossen. Dat heb ik geloof ik ook al eerder gezegd. Maar je wilt wel een scriptie schrijven waar je trots op kunt zijn. Toch, weet je, het moet. Hè? De kers op de taart.
een feestelijke afsluiting van je studie worden. Dat als je gaat solliciteren, dat je die kunt laten zien als een soort capstone project. Hè? Dit is wat ik kan en dit is wat ik gemaakt heb en hier ben ik trots op. Kijk maar. Nou, ik wens jullie heel veel plezier bij het schrijven van de scriptie en natuurlijk heel veel succes. Bij problemen of vragen mail gerust, mag altijd, m.vander.linde@vu.nl. En als ik niet binnen een paar dagen reageer, mail dan gerust nog een keer. En dankjewel voor je aandacht.